vandaag mijn serie Einde van de Lijn, Stavoren. Het is bijzonder vroeg, ik ben nog half dood, maar drukke dag voor de boeg voor de andere stations. In Noorderpas van het kopstation, dus het komt mooi uit. Dus ik heb de hele dag de tijd en ja, we gaan zien hoe ver we komen. Nou ja, als je denkt dat er een mooi stationsgebouw is ofzo, nou, er is hier helemaal niks. Alleen een Abri, nou ja, er was hier wel een stationsgebouw. Ja, die heeft van 1588 tot 1973 geleefd en daarna ging hij dood. Dan werd hij gesloopt. Dus dat is erg gezellig. Je hebt daar een veerboot naar Enkhuizen. Dat doe je anderhalf uur over. Vroeger ging die kei vaak. Nou gaat het maar drie keer per dag. Alleen maar voor toeristen, dus geen goederen meer of zo. Nou ja, dat was daarvoor. Dit is hier dood. Oh, trouwens, dat juk daar, dat is ooit een keer doodgevaren door een speno. Ook lachen. Ja, dat was misschien een van de snelste elke einde van de lijn ooit. Kon dit? Ze hebben hier een uursfrequentie in de vakanties, volgens mij alleen. Maar het is nu zomervakantie, dus die nu zijn uursfrequentie. En ik had geen zin om daar een uur te staan. Normaal gesproken heb je dan 5 minuten keertijd, dus dat had goed gekund. Maar we hadden plus 3, dus dat werden 2 minuten keertijd. Maar goed. Dus daarvoor heb ik nu inmiddels 8 minuten gehad. Ik zit nu weer in de trein naar Leeuwarden. Onderweg naar de volgende bestemming van Einde van de Lijn. En ik vraag jullie allemaal vriendelijk om even te liken en te subscriben. Want nog steeds meer dan 90% is niet geabonneerd. Dat vind ik erg jammer. Dus like en subscribe, want dat maakt het maken van deze video's ook mogelijk. Later.